Fijn. Ja. Nou, we staan dus nu op het Malieveld. Daar hebben we Casper. Goedemiddag, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick, ja dat zijn wij. En het is vandaag alweer zaterdag 9 januari 2021 en het is 12:40. Ja, Lady ligt lekker bij mij op bed, helemaal gezellig. En wij gaan zo meteen weer naar Casper en dan kan ik wel filmen, want het is overdag. Ja, en hoop ik en dat het ook niet zo druk is. En dat Casper het oké vindt. Want ja, hè. Dus, maar voor de rest wensen wij jullie wel heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. En heel veel kijkplezier. Je bent sneller als mij, hè? Nee, doe maar. Kom. Ja, weer even snuffelen. Altijd. Ga je mee dan? Doe maar. Ik hoef ook niks meer te zeggen tegen jou, hè. Je doet het gewoon. Hé, hey, mijn kindje is er weer. Ja, kom maar, oversteken. Kom maar. Wachten, rustig. Goed zo. Ja, dat is onze auto. Ja, dat is mooi, hè. Ja, hé. Denk ik, nou, ik doe mijn zonnebril op, want het zonnetje schijnt. Nou, die schijnt ook wel, maar het gaat nou regenen, zoals je wel kan zien aan mijn jas. Fijn. Ja. Het is ook nat. Hier, kijk, in één keer gaat het regenen. Fijn. Dus ik neem ook zo meteen wel even paraplu mee, richting Malieveld. Het is even rood. Ga toch maar, meisje. Ja. Dus ja. Wacht eventjes op Lady. Die vindt het even leuk om even te snuffelen. Ja, en nou lopen ze weer door. Yes. Nou, zoals jullie zien zitten we weer in het totootje, zoals Roderick dat zou gaan zeggen. Scootertjes, ja, even een check. Een rode auto. En nog een auto. En die andere en die gaat eraf, dus daar kun jij je voordeel mee, mooi mee doen. Dus je wil aangeven dat ik veel verderop juist heb. Ja, maar dat doet hij niet. Nee, we gaan dus nu weer naar Casper. Het is nu overdag. Ik ben benieuwd hoe hij de nacht door heeft gebracht. Met deze pruts friskou. Zoals Roderick dat dan weer zou gaan zeggen. Pruts. Prutskou. Maar wat vind jij van deze telefoon overigens? Qua... Netjes. Beetje breder scherm. Betere camera. Betere microfoon. Ja. Hij is sneller volgens mij. Ja. Helemaal sneller. Meer respons. Ja. Als je iets vraagt, het is open. Ja. Je kan meer inzoomen. Ook dat, veel meer. Want als ik dit hier zelfs in kan zoomen. Ja, dan kan ik dit kijken. En het zonnetje die inschijnt ook weer. Het was net nog aan het regenen, dus ik ben benieuwd hoe het nu op en op het Malieveld is. Volgens mij zit ook een. Lekker jongens, lekker! Lekker! Er zit ook een infrarood, tenminste, een donkerveld erop. Als je het donker filmt, is het wat licht. Ja, klopt. Ja, het was even net een hele rare situatie. Eentje gaat eruit, eentje gaat pal staan om naar achter te gaan en eentje gaat gelijk de andere kant weer op. Lekker! Maar ja, maakt helemaal niet uit. We gaan nu dus naar Casper. Roderick, die weet jij kan ook gewoon nu rechtdoor in plaats. Net zoals gisteren helemaal om te rijden. Ja, even scannen. Ja, even scannen, kijken waar en waar die zit. Dus, en dat hebben we gedaan. En dus nu kunnen we gewoon wel rechtdoor inderdaad. Schiet weer. Yes! Dus, had ik nou een akkoord om nou te gaan filmen? Ja, hè? Overdag. Gisteren te moe, ja. Wilde hij ook niet. Nee. Het was te donker, dus het was inderdaad... niet, maar hij wilde het ook niet. Nee, Casper was echt gisteren te moe om nog gefilmd te worden. Dus ik ga het even aankijken hoe hij zich voelt. Ik hoop het wel, maar ik
Maar ik beloof niks. Zal ik dat even gelijk zeggen? Ik hoop het wel eigenlijk. Als hij wil, mag ik het niet. Om toch zijn... Want hij is in hongerstaking. We weten niet hoe het eigenlijk met hem gaat. En ik wil hem eigenlijk nu wel elke dag even bezoeken om te kijken hoe het met hem gaat. Is het misschien niet lopend? Is het wel op de fiets? En anders is het gewoon per auto als het echt voor mij niet gaat. Dus, en dat zal ook wel voor Rood denk ik wel toch wel iets zijn. Want ja, je bouwt nu toch wel een band op met zo'n man. Dus ja, en dit kom je niet zo heel vaak tegen. Dat mensen dus in Nederland zo dichtbij nu eigenlijk in hongerstaking is. Dus ja, dus dat. En ik maak het al een beetje te lang. 3 minuten 30. Ja, daar zijn we. Gezellig. We gaan dus nu even naar Kasper. Mondkapjes werken niet op meneer buiten. Dus. Maar we gaan dus nu naar Kasper. Ik zal eventjes inzoomen. Vanaf de plek waar we zo meteen staan. En dan, ik zou zeggen. Kijk mee. Ja mensen. Dit is dus waar Kasper zit. In het tentje. Ik zal nog even wat meer inzoomen voor jullie. Kijk, paraplu is gebruikt. Okay. Zie je dat daar? Ja. Mensen met honden hou je. Nou, en daar komen wij dus ook nog zo meteen te staan. Wachten. Nou ja, niet in de wachtrij, maar heel veel mensen die praten gewoon met elkaar. Dus ja. Nou, we gaan er naartoe, jongens. Nou, we staan dus nu op het Malieveld. Daar hebben we Kasper. Met drinken, oliebollen. Iedereen is erbij die erbij willen wezen. Zelfs mijn liefdallige vent is erbij. Oh. Dus ja, alles voor Kasper, toch? Alles voor Kasper, toch? Bijna alles. Bijna. En wat is bijna? De hondjes gaan hier niet naartoe. Hè? De hondjes gaan hier niet naartoe. Nee, oké, maar... Niet voor Kasper. Dus ja, dat zeg ik. Alles voor Kasper en die daar nu... Net oliebollen gehaald. Inderdaad, Rodi heeft net even oliebollen gehaald. Met dus poedersuiker. Ja, met, en met poeders. Niemand wil de poedersuiker? Nee, maar dat maakt niet uit. En die wil ik misschien wel even kijken. Moet je vragen? Moet je even uitdelen? Ga je gang. Nou, Rodi gaat eventjes oliebollen weer even uitdelen aan de andere mensen die hier net aan zijn gearriveerd. Ja. Wacht even. Ik heb wel eens een tikje van. Serieus? Nagaan hoe dichtbij ik het kan halen. Hallo Jumbo. Vet in beeld. Ja, dit is aan de andere kant van het Malieveld, ja. En ik heb gewoon dat paard vet mooi in beeld. Kijk, zo ver is het dus uit beeld. En als ik dit doe, dan heb ik het paardje zo meteen weer heel mooi in beeld. Ja, dankjewel.
Dus dat. Hou lekker. Wat ruikt die lekker? Ho! Waar is mijn vent? Waar is mijn mannetje? Oh, daar. Kijk, helemaal goed. Het ruikt hier lekker. Ik weet niet, maar het ruikt gewoon lekker. Hè? Huh? Ja, ik weet niet, maar het ruikt gewoon lekker. Nou, wat weet ik even op dit moment niet, want ik kan dat niet plaatsen. Maar we gaan dus nu even weer naar deze Jumbo. Ook leuk. Even kijken of ze hier het een en het ander hebben wat ik eigenlijk zoek. Nou ja, zoek maar wat mijn zus heeft. Ja, grappig. Wat ik eigenlijk zo graag wil hebben. Maar ja, ik heb geen zin. Dus het scheelt weer. Ja, maar je moet hier zachter rijden dan. Wat je nu 30 hebt. Ik rijd minder dan 30 en dan krijg je nog een opkomst. Ja, en nou nog steeds. Dus je mag nog langzamer rijden, 20. En het liefst dan nog zelfs 17 of 15. Ja, maar ze zal automatisch 3 kilometer meer vertellen. Ja. Dat zeg je altijd. Ja. Dat heb ik van Pietje geleerd. Kijk, dat is 25. Ja, dan moet je hier 33 rijden, maar dat klopt niet. Jawel. Mag je 33, want er gaat nog een correctie af. Ja, maar dan rijd ik toch wel te hard. Nee hoor. 20 jaar rijd ik al te hard. Ja, en vooral met hem die hobbeltjes. Ik zou 33 moeten rijden. Mooie lucht trouwens. Wat is dat? Ja, vooral op mijn camera. Jeetje, wat anders. Reed ik maar even. Weet ik niet, geen idee. Kijk dan, hoe mooi. Zo ver zou ik dan maar niet inzoomen. Maar wauw, wat is hier mooi, mensen. Kijk dan, hoe gaaf. Kikken. Ja, lieve allemaal. Wij gaan lekker de vlog afsluiten. Skeetje samen. Skeetje leuk. Dus vond je deze vlog dan leuk? Wat moeten ze allemaal doen, schat? Nou, duimpje omhoog en zo. Abonneren, belletje aan en een reactie achterlaten. Ja, en waar kunnen ze dat doen? In welk hoekje? Nou, voor mij dit hoekje hier. Ja. Dat hoekje en dat hoekje. Ja, precies. Helemaal. Dus vond je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, abonneer, reageer, doe het belletje aan en doe het duimpje omhoog. En dan zien jullie ons morgen, of mij zeker, bij een gloednieuwe vlog. Dus een dikke toet op jullie snuit en tot morgen. Doei!